Mijn naam is Jesse Gradanus. Ik ben veldanalist bij het laboratorium van Wetenschap Friesland. En wij voeren hier een zwemwaterlocatie uit. Wat onderzoeken jullie bij zo'n onderzoek? Ja, wij nemen op locatie een monster voor bacteriologisch onderzoek. En wij nemen een monster mee voor de blauwalgen. En ter plaatse meten wij zuurstof, zuurgraad, geleidbaarheid en de watertemperatuur. En tevens inspecteren wij het zwemstrandje op aanwezigheid van vogels of andere bijzonderheden. Hoe belangrijk is het dat jullie dit doen? Ja, ik denk dat het heel belangrijk is om een goed beeld te krijgen van de zwemwaterkwaliteit. Ook omdat er veel gebruik wordt gemaakt van deze zwemstrandjes. Daarom is het ook heel belangrijk om dit uit te voeren. Afgelopen zomer was het niet echt de meest fantastische zomer. Heeft dat invloed op de waterkwaliteit? Ja, ik denk eigenlijk dat je door de vele neerslag dat je dit jaar minder last hebt van blauwalg. Alleen heb je wel als nadeel dat er heel veel uitspoelt naar het oppervlaktewater. Dus zie je wel meer E. coli-overschrijdingen. Waar heeft dat mee te maken? Je ziet toch veel, op veel zwemlocaties zie je steeds meer vogels komen. En ja, die vogels die poepen op het strandje, die poepen op het grasveld. En het regent veel en dan spoelt het uit naar het oppervlaktewater. En dan krijg je toch meer bacteriologische overschrijdingen. En de Leien is een van de 34, als ik het goed heb, zwemwaters in Friesland. En hoeveel worden er vandaag gecontroleerd door jou? Vandaag kom ik op 9 locaties. En vandaag worden in totaal de helft van alle locaties bemonsterd. En over 2 weken worden deze locaties weer bemonsterd. Als er een overschrijding is met blauwalgen, dan komen wij volgende week weer terug om een herbemonstering uit te voeren. En is er een bacteriologische overschrijding, dan komen wij hier woensdag om een herbemonstering uit te voeren.